En Saskia Walden wil met haar geleverde bijdrage aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie dat vooral het investeringsklimaat wordt verbeterd. Ze sprak vandaag bij de overdracht van het ministerie aan minister Reshma Kuldeep Singh. Walden heeft middels diverse voorbeelden aangegeven wat binnen haar ambtstermijn op het ministerie is gerealiseerd. Willen wij dat investeerders die in de rij staan inderdaad die stap verder maken dan Suriname, dan zullen wij een geschikt, vriendelijk, uitnodigend investeringsklimaat moeten hebben. Weliswaar is er nog heel veel werk te doen, collega. Je gaat heel veel werk hebben. We moeten hoger op komen wat betreft de ranking voor ease of doing business. We moeten hoger op komen wat betreft de transparency ranking. En dit zijn ook maar enkele voorbeelden waar Suriname, de Surinaamse economie, de Surinaamse ondernemersklimaat, investeringsklimaat nog veel beter moet presteren. Nu vind ik het goed om uit het ministersambt te treden en aan de volgende fase van mijn roeping te voldoen. En mijn roeping is om bij te dragen aan de duurzame economische ontwikkeling van het land waar ik geboren ben, Suriname. Minister Kuldeep Singh erkent dat dit ministerie, waar ze in de afgelopen weken de waarneming over had, met vele uitdagingen kampt. Het volk kijkt met argusogen naar dit ministerie dat via de handel invloed heeft op de portemonnee van de burger. Het volk verwacht heel veel van ons. De president, de regering verwacht heel veel van ons. Maar ook internationaal wordt er heel veel van ons verwacht als ministerie. Ik heb in 3 weken al mogen zien wat er gebeurt op het ministerie. Maar dit is nog niet alles. We gaan een zware tijd tegemoet. Ik verwacht van u allen de ondersteuning, de bijdrage, maar zeker uw beschikbaarheid. Kuldeep Singh zegt verder dat ze in een rijdende trein stapt en dat ze het personeel nodig zal hebben om de gestelde doelen te bereiken. Het heeft geen zin om verschillende richtingen op te gaan binnen de organisatie.